Hi iedereen. Hallo allemaal. Ik ben Cherry en ik ben Nederlands, maar op mijn kanaal maak ik voornamelijk Engelstalige video's. En ik ben een enorme nerd en ik hou heel erg van games. Dus in mijn video's combineer ik het rustgevende en kalme aspect van ASMR samen met games en nerdy dingen. Dus denk aan rustgevende gameplay sessies van verschillende soorten games. Unboxings vind ik ook altijd heel leuk van allemaal geeky of game gerelateerde spullen. Ik heb heel veel boeken en merchandise van games. Ik heb heel veel poppetjes, figurines, Funko Pops, knuffels. Ik hou ook van tekenen en door boeken heen bladeren. Dus ja, dat soort onderwerpen. Dus als je dat nou leuk vindt, neem dan gerust een kijkje op mijn kanaal. En alvast hartstikke bedankt voor jullie aandacht en voor het kijken. Vandaag wilde ik jullie even een soort van kleine sneak peek geven van de soort content die ik maak. Dus ja, laten we beginnen. Ik heb hier 3 Pokémon kaarten. Waar ik echt enorm blij mee ben. En ik ga ze aan jullie laten zien. Dit is Fiddo. Full art versie. Fiddo is een soort cinnamon bun-achtige broodjes Pokémon. En hij staat hier ook daadwerkelijk in een soort bakker. Naar allerlei broodjes te kijken. En dan heb ik hier een trainer card van Miriam. En ik vond deze echt heel mooi, omdat de kleuren ook zo mooi zijn. En als laatste heb ik hier een Radiant Eevee. En dit is een Shiny Eevee, dus hij is een soort zilver. En ik hou echt enorm van Eevee en alle Eeveelutions. En dat zijn echt een van mijn favoriete Pokémon. Dan heb ik hier een soort comic book van World of Warcraft. Dan heb ik hier nog een Lego set van Minecraft. En deze heb ik een tijdje terug in een video in elkaar gezet. Met de vosjes uit Minecraft. Die vind ik echt ontzettend schattig. Buiten gamen om hou ik ook heel erg van beauty en beautyproducten. Skincare producten. En ik bestel vaak skincare en Koreaanse producten. En krijg je altijd van die sampletjes bij. En ik vind unboxings echt super leuk om te doen en heel satisfying. We gaan vissen in de game World of Warcraft. Ik speel dit spel zo goed als mijn hele leven. En ik vind het altijd fijn om rustgevende dingen te doen in het spel en dat te combineren met ASMR. Het regent nu in het spel en dat zorgt voor hele fijne regengeluiden. Mijn tas zit een beetje vol, maar ik heb nu een deze kleine vis gevangen. Het is een laag level gebied, dus ik zal hier niet heel veel spannende dingen vinden. Ik ga nu terug naar het dorpje. En wat we met de vis kunnen doen is, we kunnen het bijvoorbeeld gaan bakken. Ik hoop dat jullie zo een beetje een goede indruk hebben gekregen van mijn kanaal en wat voor video's ik maak. Tot slot wil ik Praline ASMR echt enorm bedanken voor het idee. Ik vind het echt een super tof idee. En ik hoop jullie natuurlijk te zien op mijn kanaal. Hey jij. Ja jij. Echt jij. Mijn naam is Serena. Serena. En
wat je hulp nodig hebt, heb ik echt de perfecte trigger voor jou. Het is een beetje apart. En misschien heb je nog niet vaak deze trigger voorbij zien komen. En misschien ook wel. Maar ik vind deze echt super, 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 super lekker. Een soort van muzikaal.
Nederlandse kijker. Mijn naam is Isabel. Op je wangen krijgt en op je voorhoofd. Het is ook. Ik ben bij je, want er kan niks met je gebeuren. Ik zorg ervoor dat je je veilig voelt, beschermd en geliefd. Alles.
this relaxing sounds 92. En in mijn bijdrage deze video. Laat ik een paar spulletjes zien die ik onlangs gekocht heb. Dit is een nieuwe body cream. En deze is speciaal voor mensen met een ruwe huid. Misschien ken je dat gevoel van bultjes. Een beetje op de achterkant van je bovenarm bijvoorbeeld. Daar is dit voor. Mijn huid is ook heel erg droog. Dus ik ben sowieso altijd wel bezig met mezelf insmeren. Maar deze is speciaal dus ook voor van die bultjes. En er zit een zuur in, geloof ik. Dus dat moet een beetje helpen met het oplossen van de dode huidcellen. Dit is het andere item dat ik gekocht heb. Het zit nog in een reiszakje. En dit is een slaapmasker. Mijn allereerste indruk was dat het er een beetje uitziet als een BH, tot op zekere hoogte. Het is ook een beetje van dat materiaal. Ik vind het moeilijk om een goed slaapmasker te vinden, want ze sluiten bij mij heel vaak niet aan bij de neus, bij wat goedkopere. Ik heb deze nog niet geprobeerd. Ik heb deze gekocht als masker voor tijdens een lange vliegreis. Waarbij ik naar het oosten vlieg. Dus het is de bedoeling dat ik in de middag al ga slapen. Omdat ik, zeg maar, 's ochtends vroeg de volgende dag aankom. Dus ik ben benieuwd hoe die gaat bevallen. Deze is zo ontworpen dat hij bol is. Zodat er niet geen druk is op je ogen. Als allerlaatste heb ik deze nieuwe lippenbalsem gekocht, omdat ik graag het bedrag wilde halen voor de gratis verzending toen ik dit bestelde online. Een prima basic lippenbalsem met aloe vera en SPF 20. Plezier bij de volgende. Hi, ik ben Jorien van het YouTube kanaal Things to ASMR. En op dat kanaal maak ik ASMR video's. Maak.
ASMR video's op. En ik maak vooral graag random trigger video's. Met allemaal verschillende geluidjes. Slaap lekker.
4 vingers. Ik heb meer vingers, maar ik heb 4 vingers omhoog. Kijk naar deze vingers. Heel goed. Kijk naar mijn neus. Goed zo. Kijk naar deze vingers. Goed zo. En naar mijn neus. Heel goed. Deze vingers. Deze vingers. En mijn neus. Goed zo. Kijk naar mijn ogen. Deze vingers. Deze. Esmee van het YouTube-kanaal Duchess ASMR. En ook aan mij heeft Praline gevraagd om één stukje ASMR voor jullie op te nemen. En één van mijn, dan al niet favoriete trigger, is alle triggers rondom thee. Dus ik dacht, wat is er nou beter dan jullie een soort van te introduceren met mijn kanaal. Heb ik al.
30 graden.
Zo blij dat ik jou blij. En dan
waarde mogen geven.